voorbij. Dan zoeken wij een tegenstander lanceren. En we hebben iemand gevonden. En dat is Erik Blugging zelf. Hij zegt, ik moet de ervaring hebben. Ik heb net een broodje achter mijn kiesjes. Hij zegt, ik ben nog een beetje aan het nahappen. En ik ga het opnemen. En het gaat natuurlijk om de tijd. En Erik doet buiten mededingen mee. Oké, Harry, opperste concentratie voor jou. Want het gaat wel natuurlijk om jouw tijd. Sta jij straks in die grote finale of de troostfinale voor de derde en de vierde plaats? We hebben de tijden van Leon Tiem natuurlijk van grote.